klim op 8200 meter. Ik ben gesloopt. Iedere stap die ik zet, weet ik dat de volgende stap nog zwaarder zou zijn. Hoe hoger ik kom, hoe minder zuurstof er in de lucht zal zitten. Op 8000 meter heb je nog maar 7% zuurstof in de lucht zitten. Ik buig nog een keer over mijn pikkel en geef voor de zoveelste keer vandaag over. Dat denk je dan, want er komt niks uit, want boven de 7000 meter kun je niet meer eten. Je kunt je niet voorstellen hoe zwaar het is om op die hoogte te klimmen. Toen ik vertrok uit Nederland op 15 mei, woog ik 82 kilo en had ik 6% lichaamsvet. Bij mijn terugkomst terug in Nederland, na 3 maanden expeditie, woog ik 70 kilo en had ik nog steeds 6% lichaamsvet. Interessant. 12 kilo kwijt. En dat betekent, was zelfs zo erg dat ik 12 kilo spiermassa kwijt was geraakt. Hoe komt dat nou? Eigenlijk heel slim. Je lichaam die kiest automatisch voor om spieren te verbranden in plaats van vet. Want de verbranding van spieren kost minder zuurstof dan de verbranding van vet. Nou, heel handig als je heel weinig zuurstof tot je beschikking hebt. Dus dan zie je er op een gegeven moment zo uit. Zelfs het slapen op die hoogtes is vermoeiend. Sterker nog, je kunt niet meer slapen. Ten eerste door het comfort, dit was een kampje waar we sliepen. Maar ten tweede door het zuurstoftekort, hoe het precies werkt weten we niet, maar je kunt niet meer slapen. Tijdens mijn toppoging waren we 3 dagen op pad boven de 7000 meter. 3 dagen boven de 7000 meter betekent dus niet eten en niet slapen. En dan moet je een toppoging gaan doen, 18 uur klimmen met een hartslag van 160 tot 180 zonder drie dagen gegeten en geslapen te hebben. Dat zuurstoftekort heeft zo'n gigantische impact op mij, dat ik zo gesloopt ben, dat ik 24 keer zo langzaam ben. Dit is tijdens een training in de Alpen. In de Alpen klom ik ongeveer 1200 hoogtemeters per uur. En op de berg zelf, op 8000 meter, klom ik nog maar 50 hoogtemeters per uur. 24 keer zo langzaam. Dat zorgt ervoor dat je in een gigantische mentale strijd, met name met jezelf, komt. Fysiek is het al lang niet meer, want dat lichaam die is je continu aan het vertellen, je moet weg hier. Dit is niet goed voor je. Als je pech hebt, of als het niet goed gaat, dan kan je misschien wel doodgaan. Dus de enige manier om door te gaan is jouw eigen motivatie en de wil om die top te beklimmen. Dus ik ben daarbij continu in gevecht met een engeltje en een duiveltje. Dus zelfs bij de training in de Alpen die ik deed, is het engeltje degene die zegt, je moet door naar die top. En mijn engeltje was de grote motivator. En aan de andere kant had ik natuurlijk een duiveltje die tegen mij zei, stop ermee, is makkelijker, veiliger, ga lekker naar beneden, dan is het pijnlijden voorbij. Een gigantisch zwaar gevecht. Alleen voor mij was wel de vraag op die berg, wanneer draait die situatie zich om? Want als het misschien wel gevaarlijk wordt, dan moet ik misschien wel omdraaien. Dan is dat engeltje degene die zegt, ga weg hier, je moet naar beneden, dat is veiliger. Maar waar draait die situatie zich nou om? Dus ik sta op 8000 meter, of 8200 meter. We hadden een heel plan gemaakt van tevoren. De logistiek klopte eigenlijk niet meer volgens ons plan. De communicatie verliep niet. Het ijs zag er niet goed uit. Ik dacht, ik moet weg hier. Het wordt hier te gevaarlijk, de marges zijn hier klein. Als dan het plan ook nog niet klopt, dan moet ik naar beneden. Dat had ik voor mezelf wel bedacht. Alleen toen dacht ik, als ik dat nou bedenk en die 32 andere mensen die gaan door, dan mis ik iets. Ik was de jongste, ik was 26, ik was de jongste van alle aanwezigen. 33 mensen waren op de berg aan het klimmen. En ik was de jongste met mijn 26 jaar en ook nog eens de minst ervarene. Dus ik werd onzeker en ik dacht, nou, ik zal het wel missen. Zijn die mensen nou gek of ben ik nou gek? Nou ja, 1 tegen 32, makkelijk rekensommetje. Ik zal wel gek zijn. Andere woorden, ik kwam er niet uit. Ik kon geen beslissing maken, terwijl ik wel heel graag een objectieve beslissing wou maken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de onafhankelijke commissie ingeschakeld. De onafhankelijke commissie. Dit was op het punt, 8200 meter, die gingen mij helpen. In 2007 werd ik uitgenodigd door de NKBV om deze berg te gaan beklimmen, de K2. De K2 is de tweede hoogste berg op aarde, 8611 meter hoog. En toen belde iemand op. Nee, ik werd uitgenodigd voor de tweede hoogste berg ter wereld. En ik had eigenlijk helemaal niet zoveel ervaring. Ik had technisch wel een hoop ervaring, maar niet genoeg ervaring voor zo'n hoge berg.
Maar aan de andere kant was het wel een hele mooie mogelijkheid om mijn carrière in de lucht te krijgen. Ik ben momenteel berggids en daar wou ik toen graag komen. En dat was natuurlijk een hele grote stap die richting op. Maar de K2 staat bekend als de moeilijkste en de gevaarlijkste berg op aarde. Nou ja, het klinkt dan didactisch en methodisch niet heel handig om dan met de moeilijkste en de gevaarlijkste te beginnen. Dus toen ben ik gaan denken, van hoe kan ik nou voor mezelf verantwoorden dat ik met de moeilijkste en de gevaarlijkste begin? En de eerste vraag die mij opkwam was, wat betekent nu precies gevaarlijk? Dus ik ben begonnen met het kwantificeren van de risico's. Ik moet alleen naar de tweede berg kijken, dat is de K2. Ik ben gewoon naar statistieken gaan kijken hoeveel mensen zijn er omgekomen, hoeveel mensen hebben op de top gestaan. Het eerste waar je dan tegenaan loopt is een cijfertje uit de media. Dit was een paar jaar geleden, dus dit geldt nu niet meer, maar ongeveer 300 mensen op de top, 80 mensen omgekomen. Kom je uit op 1 op 3,5 ongeveer. Nou, dat is natuurlijk een extreem cijfer en je denkt welk weldenkend mens zou nu zo'n risico aangaan. Dus ik ben wat verder de statistiek ingedoken, want gelukkig kwam ik erachter dat dit een cijfertje van de media was. Want 1 op 3 was mij toch een beetje te gortig. Als je nu echt de goede cijfers wil hebben, dan moet je iets anders vergelijken. Want wat hebben ze hier gedaan? Ze hebben de mensen die de top hebben gehaald afgezet tegen het aantal mensen die zijn overleden. Om een realistisch cijfer te krijgen, moet je ook de mensen meenemen die de top niet hebben gehaald en niet zijn overleden. En dan krijg je volgens mij een realistisch cijfer, want dat zijn nu juist de mensen die misschien wel een goede beslissing hebben genomen. Dus dat heb ik toen gedaan. Het was vrij lastig om die statistiek te achterhalen, maar het kwam ongeveer neer op 1 op 7, 1 op 8. Dus nog steeds een extreem cijfer, maar hij is al twee keer zo goed als 1 op 3,5. Dus dat was voor mij belangrijk, want nu wist ik in ieder geval wat gevaarlijk betekent. Behoorlijk gevaarlijk dus. Nou, toen ben ik een plan gaan bedenken om het toch zo veilig mogelijk te houden voor mezelf en hoe ik nu objectieve beslissingen kon maken. Mijn grootste manco in dit hele verhaal was eigenlijk dat ik geen ervaring had op hoogte. Ik had wel dit soort steile bergen beklommen in de Alpen. Er zijn er wel bergen die veel steiler zijn, die had ik wel beklommen, maar ik had dus die ervaring met die hoogte niet. Nou, ik had die statistiek. Die statistiek is extreem, dus ik had bedacht, als ik uitgaven die 1 op 7, en ik wil aan de veilige kant zitten, dan moet ik dus goede beslissingen maken. En als ik geen goede beslissingen maak, dan wordt het die 1 op 7 wordt misschien wel 1 op 2 of 1 op 3. Hoe kan ik dat nou gaan doen? Terwijl op 8000 meter is er niet zoveel zuurstof meer, dus je kan ook nog eens heel moeilijk nadenken. Dus dat is natuurlijk een contradictie. Dus het eerste wat ik heb gedaan is, ik ben tussendoelen op gaan schrijven. Van onder naar boven, een berg beklim je ook van onder naar boven, dus mijn hoofddoel was veiligheid en de volgende doelen zie je erboven staan. En met die tussendoelen bereikte ik dan eigenlijk veiligheid, omdat ik, nou, als je 8 doelen hebt, dan is het een stuk makkelijker om tevreden te zijn. Als je 7 van de 8 doelen hebt gehaald, dan ben je een stuk tevredener. Het zorgt voor reflectie. Als het plan niet verloopt volgens plan, dan kun je kijken hoe komt dat? Wat kan ik aan het doen om alsnog op het plan te komen die ik van tevoren gemaakt heb? En het zorgt ook voor motivatie, want ieder doel wat ik binnenhaal, dat zorgt voor motivatie. En het volgende doel is een stuk korter bij dan als ik alleen maar die top als doel gesteld zou hebben. Nou ja, daarnaast had ik dus bedacht, ik weet niet wat mijn hersens doen op hoogte. Hoe reageer ik op dat zuurstoftekort? Wat ik al zei, 7% zuurstof is een behoorlijk tekort. Dus ik ben met dit apparaat gaan trainen, heel interessant. Ik heb dat apparaat van een bevriende arts geleend en daarmee kon ik mezelf behoorlijk gaan pushen. Dat doen ze bij de luchtmacht ook wel regelmatig volgens mij. Ik zat thuis op de bank en ik ben mezelf gaan pushen en dat kon ik zoveel doen dat ik bewusteloos op de bank viel. Volgens de sportarts was het geen probleem, dan viel je op de bank, viel je om en dan viel het ding uit je mond, kwam je zelf weer bij. Dat is wel heel interessant, want ik wist wel, op die manier kon ik wel precies uitvinden hoe ver ik kon gaan. En als ik dan bewusteloos viel, dan was ik blijkbaar te ver te gaan. En dat vond ik eigenlijk niet zo interessant. Het was voor mij veel interessanter van tot op welk moment kan ik nog goed nadenken. En dat was niet zo dat er dan een streepje op het papier kwam. Nee, ik moest voor mezelf een gevoel ontwikkelen van als ik me zo voel, dan kan ik dus niet meer goed nadenken. Dus ik ben allerlei testjes gaan doen, rekensommetjes lezen. Nou ja, dan had ik op een gegeven moment een redelijk goed gevoel voor ontwikkeld. Dat is natuurlijk weer belangrijk om dat gevoel te kunnen herkennen. Daarnaast bleek uit de statistiek dat de meeste slachtoffers in de afdaling omkomen. Dus ik had ook bedacht dat als ik het veilig wil houden en ook als ik het voor mezelf makkelijker wil maken om die beslissingen te maken, dan moest ik zoveel mogelijk beslissingen beneden in het dal al genomen hebben, waar dus veel zuurstof is. Dus uit de statistiek bleek dat de afdaling, dat daar de meeste mensen omkomen.
Dus ik had ook bedacht, ik wil daar een grens stellen. Zeker omdat ik voor het eerst op zo'n grote hoogte klim. Het is in de bergsport redelijk normaal dat je 's nachts weggaat. Dat moet sowieso, anders lukt het niet. De toppoging gaat namelijk 18 uur duren. Maar om dan ook weer in het donker af te dalen is eigenlijk ook redelijk normaal. Alleen door mijn gebrek aan ervaring heb ik gezegd, daar stel ik een extra grens. Dus dat betekende voor mij, ik moet voor 4 uur 's middags op de top staan. Dat betekende 8 uur werd het, 's avonds werd het donker, had ik nog 4 uur om af te dalen. Nou, en dat was gewoon een hele duidelijke harde grens die ik voor mezelf gesteld had. Dat betekent niet dat iedereen die grenzen gesteld heeft. Nou ja, dan had ik ook bedacht van, ik moet, omdat ik daar zo moeilijk kan nadenken en moeilijk beslissingen kan maken, wil ik zoveel mogelijk gevaren die er op die berg zijn, wil ik van tevoren al benoemd hebben. Dan heb je het over steenslag, heb ik in eerste instantie objectieve gevaren genoemd. Ik ben berggids, dan denk je van, dat is niet zo ingewikkeld, maar ik ben er 7 jaar mee bezig geweest, Universiteit van Innsbruck, dus dat is behoorlijk gecompliceerd. Nou, voor een ervaren iemand is dat redelijk eenvoudig in te schatten, lawines, steenslag, weeromslag, dat kun je nog enigszins goed inschatten. En waarom je dat dan wil, dat blijkt uit dit filmpje, want hier komt er een lawine bij ons kamp langs. Het kampje staat wel veilig, staat onder een rotswand. Wow, dat is echt massive. Dus daar wil je ver vandaan blijven. Dit waren dus de objectieve gevaren. Die zijn eigenlijk vrij makkelijk in te schatten. Wat ik eigenlijk veel gevaarlijker vond, dat waren de subjectieve gevaren. Dus eigenlijk alles wat van doen had met de mens. Dus wat van doen had met de mens, dat vond ik veel interessanter. En gevaarlijker misschien wel. Je kent al die groepsprocessen wel. 3 kapiteins op 1 schip. Ze varen op een storm af. En alle 3 de kapiteins die zeggen niks, want die andere 2 zeggen ook niks. Ja, dat is misschien niet zo handig om daar niks over te zeggen. Dus ik had dat soort scenario's had ik allemaal opgeschreven van wat kan er allemaal fout gaan. Nou, dan kon bij ons van alles fout gaan. We waren met 11 expedities, 11 verschillende nationaliteiten. Dus er kon van alles misgaan in de communicatie. Nou, we hadden van tevoren afspraken gemaakt in die communicatie. Als daar iets misgaat, gaat er waarschijnlijk ook iets in de logistiek mis. Mensen komen afspraken niet naar. Omdat die logistiek misgaat, kloppen de timings niet meer. Met name mijn timing. Dus ja, al dat soort factoren had ik van tevoren beneden in het dal benoemd en opgeschreven, zodat ik het niet meer hoefde te bedenken wat er dan van toepassing was. Ik hoefde alleen maar nog bepaalde dingen eruit te halen. Dat zijn de subjectieve gevaren en daarnaast komen er nog bij jezelf allerlei gedachtegangen op die misschien helemaal niet relevant zijn. Dit is trouwens waar je het voor doet, want waarschijnlijk denk je tot nu toe van dat klinkt leuk allemaal de berg beklimmen. Maar aan de andere kant heb je wel dit soort uitzichten en dit is ook wat gevaarlijk maakt natuurlijk. Dit is een fantastisch mooi uitzicht. Die top, daar is het allemaal om te doen. Je hebt een jaar geïnvesteerd in geld en in tijd en je hebt jezelf helemaal fysiek gesloopt om sterk te worden. Gigantische berg met motivatie heb je daarvoor nodig. Dus die ambitie die jij hebt, vormt ook een groot gevaar. Te graag willen is niet goed. Dus dat had ik voor mezelf ook wel bepaald, dat ik wel heel graag moest willen, maar niet te graag. En dan ja, al die gedachtegangen van ik wil geen mietje lijken voor mijn vrienden. Als ik boven kom word ik misschien wel beroemd. Nou, al dat soort dingen had ik opgeschreven, want voor mij zijn dat geen relatieve dingen. Of geen dingen waar ik een objectieve beslissing aan kan vastknopen. Dus die dingen zijn niet relevant. Nou, en naast dat hele verhaal, wat ik eigenlijk feitelijk had gedaan, ik had alle potentiële gevaren opgenoemd. Nou, als je dan een beslissing gaat maken, moet je sowieso zorgen dat je niet van tevoren, als je die beslissing gaat maken, zegt ja of nee. Ik ben ook berggids, dan ben ik ook wel eens aan het skiën. En dan kom ik boven met die klanten, er ligt een mooie poederhelling en dan zegt iedereen ja. Dat moet je dus niet doen, je moet geen ja of nee zeggen. Je moet eerst de feiten verzamelen. Als je de feiten verzameld hebt, dan kan je pas een beslissing gaan maken. Het schijnt psychisch zo te werken, dat als je helemaal ja hebt gezegd, dat het dan ook ja blijft. Dus eerst feiten verzamelen en daarna ga je pas een beslissing maken. Nou, als je dan de feiten verzameld hebt en je komt er nog steeds niet uit. Ik stond dus op die top. Ik was in de war. Die mensen die wou allemaal door. Ik wou niet door. En dan kun je, om het nog objectiever te maken, de onafhankelijke commissie inroepen. Die onafhankelijke commissie is fictief. Die hangt eigenlijk boven mij, zeg maar. Het is ook iets wat in je hoofd afspeelt. Maar die gaat je helpen om een goede beslissing te maken. En je moet dan even een ongeluk simuleren. Dus ik had even gezegd, er valt nu ijs naar beneden. Nou, dan komt die commissie, als een soort van politie, die zeggen dan, eigenlijk heeft die onafhankelijke commissie kan 2 uitkomsten hebben. De ene uitkomst is, deze mensen hebben wel overwogen plannen gemaakt, wel overwogen beslissingen gemaakt, maar ze hebben gewoon botte pech gehad. Nou, dan zou je kunnen zeggen, we gaan door.
Want dan moet je namelijk dat risico wat je van tevoren hebt geaccepteerd, blijft dan ongeveer hetzelfde of is beter, die is 1 op 7 of 1 op 8. Maar als het zo is dat die commissie komt met, deze mensen hebben wel een plan gemaakt, maar ze houden zich niet aan het plan en ze hebben daarna een hoop foute beslissingen gemaakt, dan betekent dat je moet omdraaien, dan moet je naar beneden. En dat is een heel wezenlijk verschil met je eigen mening eigenlijk. Nou, wij hadden tijdens die expeditie dus dit probleem. Al die mensen hebben mening, verschillende culturen, verschillende talen. Tijdens het omhoog klimmen hadden we een plan gemaakt. Er was precies één iemand die, ja, we hadden een advanced team gemaakt. En dat waren 8 mensen en erachteraan zouden een grote meute komen. En in dat advanced team was er precies één iemand die beide talen sprak. Die werd op 6000 meter hoogte ziek, dus dat hele advanced team kon al niet meer communiceren. Dit wist ik ook pas achteraf pas. Maar ja, zo ontstonden de problemen, want ze konden niet meer communiceren. Daardoor werden de vaste touwen op de verkeerde plek opgehangen. We waren namelijk bedacht, in het vlakke terrein waar het voor een goede bergbeklimmer makkelijk is, hangen we geen touw op. En in het steile terrein, in dit geval het rood, daar hangen we wel vaste touwen op. Nou, als je goed kijkt, ik klim hier dus op rond de 8200 meter. Hier zie je een touwtje hangen. Nou, dat klopt helemaal niet, want daar zouden we geen touw op hangen. Nou, zeker als je dan teruggrijpt naar de doelen die ik had gesteld. Mijn hoofddoel was veilig thuiskomen. Toen nog even teruggrijpen naar die statistiek, 1 op 7 of 1 op 8. Die statistiek zorgt ervoor dat er verdomd weinig marge is. Dus als je een plan maakt en 5% van het plan klopt niet, dan is dat misschien als je thuis boodschappen gaat doen en 5% van het plan klopt niet meer, ja, is dat niet zo'n probleem. Alleen hier is dat misschien wel een gigantisch probleem. Nou, ondertussen waren wij al iets verder, want de communicatie klopte niet meer, want die touwen lagen daar. Door de communicatie klopte de logistiek niet meer. En door die logistiek klopte onze timing niet meer. Want de enige oplossing was doorklimmen omhoog, touwen, we waren inmiddels hier, doorklimmen omlaag, touwen ophalen, doorklimmen omhoog, touwen opnieuw ophangen, want de touwen waren op. Ja, dat is dan klopt inmiddels wel meer dan 5% van je plan niet meer. Dus ik was verward, ik was in gevecht met het engeltje en het duiveltje, ik was bezig met mezelf te motiveren, ik heb mezelf een jaar lang lopen pushen, dat engeltje was de baas en het duiveltje, daar moest je tegen vechten. En nu was misschien wel het moment gekomen dat het engeltje en het duiveltje omdraaiden. He, dus alleen dat gevecht, dat was continu al. Want als jij pijn had en je was aan het overgeven en je had al 3 dagen niet gegeten, ja, dan was het heel makkelijk om te zeggen, nou, ik denk dat het duiveltje nu wel een keer gelijk heeft. En dus waar ligt dat moment nu? 32 mensen gaan door, ik ben ook nog eens de jongste, met de minste ervaring. Ik was totaal onzeker, ik had geen idee meer. Dus op dat moment riep ik de onafhankelijke commissie in. En het oordeel was duidelijk, we gaan naar beneden. Nou, ik ben toen, ongeschreven regel in de bergsport, ik ben toen meteen afgedaald. Die hoogte is nogal gevaarlijk. Als je langer dan 3 dagen op 8000 meter zit, dan overleef je waarschijnlijk niet. Dus ik ben meteen naar beneden gegaan, 7100 meter. En om mijn moeder gerust te stellen heb ik toen, ik had zelf geen telefoon bij, maar later kwam er iemand die had een satelliettelefoon. Die heb ik even geleend, heb ik mijn moeder gebeld en toen vertelde mijn moeder dat het helemaal mis is gelopen. Wat is er nou gebeurd? Die vaste touwen hadden voor vertraging gezorgd. IJs is naar beneden gaan vallen. Heeft die vaste touwen weggeslagen. Mensen zijn in het donker terechtgekomen. Mensen zijn vermist geraakt. Uiteindelijk was het zo erg dat er 11 mensen zijn overleden. Dus van deze mensen zijn er nog maar 2, of zijn er 3 omgekomen. Van onze expeditie, er waren 11 expedities, van onze expeditie was er gelukkig maar 1 iemand, dat is Gerard uit Ierland, omgekomen. Maar dat is natuurlijk een verschrikkelijk drama geworden. Nu krijg ik vaak de vraag van hoe kun je voor jezelf, voel je je niet schuldig? Heb je geen schuldgevoel? Vind je niet dat je je teamgenoten in de steek hebt gelaten? Ik heb zelf mijn opleiding gehad bij het Korps Mariniers. Als daar één ding voorop staat, dan is het team wel. Nou, hier zijn er bepaalde regels die dat op een gegeven moment achterlaten. Ik kan het voor mezelf verantwoorden dat ik die mensen niet alleen heb gelaten omdat we met z'n allen die kant op zijn gegaan. We hebben met z'n allen die statistiek geaccepteerd. Iedereen wist welk risico we aangingen. We hebben ook afspraken gemaakt dat iedereen voor zich moest bepalen om te draaien. Want iedereen heeft een bepaalde risicoacceptatie. En mijn risicoacceptatie was bereikt. Ik ben naar beneden gegaan. Ik had een weloverwogen beslissing gemaakt. En ik heb besloten om naar beneden te gaan. Dus mocht je nog een keer een moeilijke beslissing maken, zoek even contact met de onafhankelijke commissie. Dit was mijn verhaal.